lieve vrienden en welkom bij een nieuwe video. Vaak start ik de camera als ik al eventjes wakker ben en de beelden heb overgezet. Maar dat heb ik gisteravond nu al gedaan, omdat ik dacht, ik moet er eigenlijk meteen wel uit, want ik heb niet heel veel tijd om alles te doen. Het is nu 5:35, zoiets. En ik ga... Oh, de buurman heeft het aan. Joehoe, vol gas met even. Nou, in ieder geval, welkom bij een nieuwe laatste video. Ik ben dus, zoals jullie zien, net wakker. En het is gewoon al licht om 5:30. Ik ben echt zo lang om die tijd niet meer uit bed geweest. Ongelooflijk, een half jaar lang niet. En nu gaat het er toch van komen. Plasje doen, kom op. Dat is oké. Kom, plasje doen. Kom. Wie gaat vrees? Nou goed, ik zou het heel leuk vinden als jullie alsnog abonneren, ook al is dit voor nu de laatste video. Ik kom er vanavond even op terug, voor jullie zo meteen, maar voor mij vanavond wat er met het kanaal gaat gebeuren. En voor nu, ik ga me even klaarmaken, ik ga even douchen. En, dat wou ik zeggen, abonneer even jongens. Doe de duimpje even omhoog, ook al is dit nu de laatste video. Er komen natuurlijk gewoon weer andere video's aan. En, misschien blijft het wel, Urbex, of misschien gaan we toch wat anders doen. We moeten het even zien. Weer een combinatie, zoals voorheen. We gaan zien. Ik ga er nog even goed over nadenken vandaag. Ook al begin ik met mijn nieuwe job. Ik zou het wel echt leuk vinden als jullie even toch abonneren. Ik heb toch 30 dagen lang, precies vandaag, dus de 30ste video, 30 dagen lang een video opgenomen. Dus 30 dagen lang heb ik iets proberen te ondernemen. En ik heb 30 dagen lang 's ochtends heel hard lopen editen. Dus ik vind dat wel even voor mezelf een schouderklopje waard. Dus abonneer even jongens. Ik ga Evie eten geven en de katten. Ja, precies. En dan ga ik mezelf even klaarmaken, douchen, eten maken. Een shakeje wil ik mee naar het werk. Banaantje eten nu, ander fruitje ook nog op het werk. Nou, ik moet even kijken. Oh, god, vergeef me galeer. Nou goed, jongens, we gaan eten voor je bakken. En dan zie ik jullie zo weer. Hé, hey, jullie er ook weer. Hallo. Ik ben nog een beetje meer wakker. Kijk, zo ben ik normaal. Zo net toen dat was echt zo... Good morning. Ik heb even mijn tasje klaargemaakt. Banaantje eet ik zo meteen op de fiets op. Melk even drinken, vitaminepillen in mijn merk gedaan. En dan ga ik nu even douchen. Ik moet even lopen. En dan moet ik wel weer gaan. 10 hours later. Zo, ik ben weer thuis en ik zit lekker in het zonnetje even hier. Oh jongens, heel scherp zonnetje. Nou, ik ben thuis. Het is inmiddels echt alweer, ik ben alweer 3-4 uur lang vrij. Ik heb al avond gegeten, met even gelopen, alles gedaan. Maar ik was gewoon echt back af. Niet zozeer dat ik echt moe was. Maar mijn voeten, jongen, dat zijn ze echt niet meer gewend. Het is echt niet normaal. Een half jaar. Ik loop wel met even en ik loop wel een uurtje per dag. Gewoon buiten even, maar niet dat ik ineens 8-9 uur lang weer aan het lopen aan het staan ben. Mijn stappen tellen, jongen, dat is ook echt niet normaal. Nou ja, misschien voor jullie is dat normaal, maar voor mij het afgelopen half jaar. Ja, echt niet. Even kijken. 20.178 stappen. Nou, dat is mooi wat. Kan ik je vertellen voor mij. Hoe vond ik het? Vind ik het leuk? Gaat de vlog nu stoppen? Ja, de vlog gaat stoppen. Ik blijf daar in ieder geval de aankomende 6 tot 8 weken. Dan is er kans dat ik mag blijven, maar dat is nog niet zeker. Dus dat is mij even afwachten. Wat doe jij? Die heeft me gemist. Een uurtje. Je was net een uurtje weg. Maar lekker liggen, joh. Ik ga zo ook op bed. Het is nu 8:15. Ik ga lekker tv kijken op bed. Maar
Nee, ik heb een bijzondere leuke dag gehad. Ja, het is wel apart werk. Ze doen heel veel nou, het is voor mij ook een beetje proberen uit te leggen, maar heel veel in toiletrollen, van die handdoekjes die automatisch oprollen, gewoon papieren doekjes, geurtjes voor in de wc. Echt, noem maar op, echt van alles en nog wat. Ze doen ook bedrijfskleding. Wassen ze dan niet daar, maar dat wordt wel via ons uitgeleverd. En een hoofdding waar ik mij zeg maar ook mee bemoei, dat zijn de ladycare bakken. En dat zijn bakken waar vrouwen hun tampons en maandverband in doen. In de wc, bij een tankstation, bij een politiebureau, bij een ziekenhuis, bij een zorginstelling, noem het maar op. Ja, die bakken die was ik. Ik had verwacht dat het echt heel vies zou zijn, dat er een grotere bloedige bende zou zijn, maar dat is niet. Nee, ik vind het alles meevallen. Je ziet wel eens een bloedvlekje zitten, maar ja, ik heb gewoon handschoenen en ja, gewoon kleren aan, dus ja, heel vies. Ja, je moet er niet meer nadenken dat het ongesteldheid is van een vrouw. Dat wordt ineens wel een heel raar verhaal. Ah, er zit een keer een bloedplekje op, maar voor de rest. Ja, ze gaan in een heel groot rek met 6 stuks tegelijkertijd. En dan ja, worden ze op 60, 70 graden, 80 graden worden ze gewassen, die bakken. Ik moet ze openmaken, wassen. Dan een geurzakje erin. En dan ja, gaan ze weer de kar op en dan kunnen ze uitgeleverd worden. Het is wel een beetje eentonig werk. Dus voor 6 weken is dat wel leuk. 6 tot 8 weken. En daarna moeten we toch even verder gaan kijken wat dan de bedoeling is. Maar wat ik nu begreep, want nu ik was ter vervanging voor iemand die op vakantie gaat. En als hij straks terugkomt, gaat iemand anders op vakantie die normaal dat gesproken het werk doet, dan neem ik hem weer over. En er was nu een achterstand. Dus ik heb nu voornamelijk de hele dag die achterstand weggewerkt. Dus ik heb de hele dag ja, prullenbakken, of ja, prullenbakken zijn het eigenlijk. Ja, op zijn kop gezet en opengemaakt, op zijn kop gezet en ja, in de vaatwasser gedrukt. Maar ja, dan gaan straks andere dingen zodat er wel afwisseling is aankomende dagen. Want ik heb nu alles weggewerkt, hele achterstand heb ik in 1 dag weggewerkt en ook een gedeelte wat vandaag weer binnen is gekomen, wat eigenlijk voor morgen is, heb ik ook alweer 4, 5 karren weggewerkt. Er stonden echt wel 100 karren misschien wel. En dan staan er, heb je 3 planken. En op al die 3 de planken staan 6 containers, 6 boksen, prullenbakken. Noem boksen. Dus ja, dat heb ik even allemaal weggewerkt. Maar ja, er moet straks wel wat afwisseling in komen. En dat was ook de bedoeling volgens mij. Dat gaat dan vanaf morgen gebeuren. Want ja, er is niet genoeg werk om mij nog de hele dag prullenbakken of boksen te laten reinigen. Maar dat was ook niet de bedoeling. Dus ik ga denk ik straks een stukje magazijnwerken bij doen. Ja, het laden en het lossen. Ik heb eigenlijk geen idee wat ze allemaal voor mij bedacht hebben de aankomende 6 tot 8 weken. Maar ja, het is wel bijzonder werk. Je denkt er eigenlijk niet bij na dat als jij in een tankstation staat op iets en je ziet zo'n box waar maatverbandjes en tampons in verdwijnen, dat er echt nog zo'n heel groot proces over zit. Volgens mij, wat ik begreep, ze hebben 22 servicemonteurs, chauffeurs op de weg, maar die, ja, die komen die bakken dan vervangen, die rollen vervangen, matten, noem alles maar op. WC-rollen komen ze brengen, 22 auto's. En ja, al die vieze spullen van hun komen ook weer terug en ja, die moeten weer gereinigd worden. Kleding gaat naar een ander depot, dat zijn we even een tussendepot van. Ja, er gaan naar een ander depot, matten die komen uit Deventer volgens mij, wat ik begreep. Dus ja, van alles en nog wat te doen binnen het bedrijf. Ja, en dan nu, wat gaat er gebeuren met de vlog? Nou, ik heb eerlijk gezegd nog geen idee. Deze video wordt uitgezonden of opgenomen op dinsdag 18 en ja, 1 week later wordt die uitgezonden. Ik ga wel editen en bewerken en doen, maar dan ga ik ooit even een keer een losse video opnemen met wat ik ga doen. Want ik heb er wel over nagedacht, probeer over na te denken, natuurlijk allemaal nieuwe dingen te leren vandaag op het werk.
Ik heb al een beetje geprobeerd aan te denken, maar het is niet heel erg gelukt. Dus ik heb eigenlijk nog geen idee wat er nu met het YouTube-kanaal gaat gebeuren. Het blijft gewoon mijn hobby, het blijft gewoon mijn passie om YouTube-video's te maken. Maar ik moet wel een beetje kijken hoe ik dat ga doen. En zoals ik laatst al zei, ik en Jelle hebben het erover gehad. Als we op pad gaan, willen we wel echt leuke locaties en niet van die afgetrapte hokken. Weet je, ik kan jullie iedere vrijdag wel op schepen met een afgetrapt hok. Maar ja, dat vinden wij niet echt leuk. Ik zie wel dat jullie dat wel leuk vinden en daar moet ik er misschien ook een beetje rekening mee houden. Maar zelf door een afgetrapte hok lopen, dat zien wij niet zelf zitten. Dus zelf willen we liever grote fabriekjes, grote ziekenhuizen, huizen die vol staan. Bunkertjes lijkt ons een keer leuk. We zouden ooit naar Tsjernobyl, maar dat is nu even van de baan. Want oma Vladimir kwam om de hoek zetten. Maar ja, ik kom er dus nog op terug wat er met het kanaal gaat gebeuren. Gewoon even een los ideetje dat ik 2 video's in de week ga plaatsen. 1 Urbex video. 2 video's in de week, sorry. 2 video's in de maand. Dat zal wel leuk zijn. 2 video's. Dan naast 40 uur werken, dan heb ik helemaal geen vrije tijd meer over. Nee, sorry, ik zei het verkeerd. 2 video's in de maand gaan uploaden. Sowieso einde van de maand een Urbex nieuws vind ik leuk om te maken en te doen en op te zoeken. En mensen ervoor te benaderen. Dus dat vind ik zelf echt leuk om te doen. En ik zie dat ook dat wel echt goed wordt bekeken. Meer dan sommige Urbex video's. En dan gewoon 1 video, Urbex video in de maand. En dan, dan om de week of zo. Of de laatste van de maand en de midden van de maand. De tweede week van de maand en de laatste van de maand. Zoiets. Ik zit er echt nog een beetje over te brainstormen. Ik weet nog niet welke kant het op gaat. Maar daar kom ik dus nog op terug voor jullie. Ik heb veel reacties gehad. Jordi, wij vinden de vlogs leuk, maar ik heb toch liever de Urbex video's. Ja, dat is voornamelijk ook wat waar het kanaal op stond momenteel. Met verveling heb ik hem omgebouwd. Nou goed mensen, ik ga de video afsluiten. Ik ben nu alweer 8 minuut 51 aan het filmen, aan het lullen, aan het praten. Ik ben moe, ik ga op bed. En dan laat ik jullie weten wat we gaan doen. Ik wil jullie wel echt vragen om even te abonneren. Ik heb gewoon, besef even, ik ga nog een keer zeggen, hoe heb ik het de laatste al een keer gezegd? Ik heb gewoon vandaag 30 video's gemaakt. 30 keer editen in de ochtend, 30 keer iets bedenken, 30 video's jongens, dat is gewoon niet normaal veel voor mij doen. Hè, normaal maak ik 1 video in de week en dat hoef ik een keer woensdagmiddag te editen. Maar nu, ja, ik heb gewoon iedere dag lopen editen, iedere dag lopen filmen. Ik vind het zelf best bijzonder dat ik dat volgehouden heb, want mijn doorzettingsvermogen is soms echt... van een kikker. Ik weet niet hoe een doorzettingsvermogen van een kikker is, maar nou, in ieder geval dat. Maar abonneer gewoon. Doe het blauw duimpje omhoog. Dan wil ik jullie bedanken voor de afgelopen 30 dagen dat jullie gekeken hebben. Duimpjes omhoog hebben gegooid, geabonneerd hebben. En dan zeg ik voor nu tot snel. Ik hou jullie op de hoogte en ik zeg jullie laters.